Hey, welkom bij Man Cave. Leuk dat je weer kijkt. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel. Dit is Nascu Barbecue. En vandaag gaan we een ananas maken op de barbecue. Je ziet ze de laatste tijd vaak voorbij komen. Vooral aan een rotisserie of aan het spit, hoe je het ook wil noemen. Maar ja, die heeft niet iedereen. Dus we gaan een variant maken die we gewoon lekker op de barbecue kunnen maken. Dus die kan iedereen thuis maken. Ik heb hem laatst gemaakt als bijgerecht. Maar ik verwacht dat hij ook als toetje erg lekker is. Dus laten we gewoon lekker de hoek in duiken. Nou, hij is heel makkelijk en simpel eigenlijk te maken. Het enige wat je moet doen is inderdaad even de buitenkant eraf snijden. De bladeren laten we zitten. Die gaan dadelijk wel doorgeworpen. Ik ben ook van plan om op vakantie deze te maken op de wegen. Ja, dus dan zal ik de bladeren denk ik afsnijden. Maar als je hem gewoon op de keramische barbecue plaatst. Op de weber zal het misschien ook nog wat lastiger worden. Dus dan moet je hem eraf snijden. Maar als je de ruimte hebt, gewoon lekker laten zitten. En eigenlijk het enige wat we gaan doen als eerste. Dus dit eraf snijden. Zo, dan heb ik zoveel mogelijk de buitenkant eraf gesneden. De onderkant doe ik niks aan, want daar gaat hij op staan. Dus dat gaat dadelijk toch een beetje donker worden. Ik ga dadelijk denk ik wel hier nog even wat meer wegsnijden. Want het kontje doe je straks toch wegsnijden. Omdat hij wat donkerder verbrand is misschien wel. Dus dat ga ik nog even bijtrimmen. En daarna gaan we hier zijwaarts sneden inzetten. Zal ik daar laten zien. Want als hij gaat garen op de barbecue, dan gaat hij wat openstaan. En dat is gewoon mooi voor het effect. Dus gaan we eerst even nog hier even een klein beetje bijwerken. En dan gaan we zo beginnen aan die sneetjes. Zet ik dit even aan de kant, pak ik even een schaaltje en dan gaan we hem in de pork rub zetten. Want daar met olijfolie en mijn Nascu pork rub gaan we deze lekker insmeren. En zo. Kijk. Pak even wat. Olijfolie erbij. Coating maken, zeg maar. Dan pakken we de pork rub. En dan gaan we hem insmeren. Ja, het is sowieso op ananas is het lekker om wat zoeters te doen. Bastard suiker met kaneel is ook een goede combinatie. Maar ik had laatst dus mijn pork rub gebruikt die ook wat zoeter is. Het was wel echt een hele lekkere combinatie, vooral met dat rokerige dan. Van de barbecue. Echt hele aangename ananas. Nou ja, meer hebben we niet nodig. Dit gaan we even laten staan. En dan gaan we de barbecue aansteken. Ik gebruik Blue's Hog houtskool. Net wat verse erop gegooid. En ik blijf dit een mooi apparaat vinden, die monolighter. Even kijken, hij is nu al aan het vonken. Dan wordt het tijd om iets ervan af te halen. En daar gaan we. De
schuis staat onder helemaal open, dus hij krijgt flink zuurstof van beneden ook. Mocht je trouwens meer willen weten over houtkool en zo, Dennis, Noskos en ik zijn onlangs podcast begonnen. Dus in de tweede aflevering hebben we het over houtkool gehad. Welke soorten een beetje er zijn en ja, wat het beste is. Of in ieder geval wat wij aanraden. Mocht je inderdaad onderweg naar vakantie zijn en onze podcast willen luisteren of gewoon naar het werk toe. In de auto lekker onze podcast luisteren of tijdens het wandelen of weet ik veel wat. www.vuurigeverhalen.nl. Daar staan alle links naar alle podcasts op. Podcasts. Is dat een woord? Nee, denk ik niet. Maar alle podcasts. En ja, neem eens een kijkje. Zo. Nou, dit even een klein beetje op temperatuur komen en dan, doen we het roostersysteem erin. We gaan wel gelijk knijpen een beetje hier. En hierboven zetten we hem open. Laten we hem even lekker op temperatuur komen. En dan gaat daarna de ananas erop. Hij begint langzaam een beetje uit het hoekje te trekken. En dan nog even. Even een keertje met het borsteltje eroverheen. En dan mag hij erop. Mooi in het midden. Even kijken of we goed uitkomen met de doom. Want daar valt hij dan precies in. En ik ga een beetje kersenhout toevoegen, maar echt een klein beetje. Je kunt natuurlijk niet oversmoken, maar een klein beetje kersenhout voor de finesse, zeg maar, voor de simpele touch, om het even zo mooi te zeggen. Vorige keer heeft hij er volgens mij een uur en een kwartier op gestaan bij 130, 140 graden uit mijn hoofd. Maar toen stonden er ook nog van die mini Hasselbak aardappeltjes bij. Dus we gaan even kijken wat hij doet. En ik ga gewoon nu drie kwartier hem op de barbecue laten staan bij de 130 graden. En dan komen we dan terug en dan kijken we even hoe ver hij dan is. Kijk, komt hij hier mooi uit. We zijn nu een uurtje verder. Ik heb hem iets omhoog laten kruipen. Je ziet, hij begint nou wat open te staan, wat ik al zei. Dus dat is goed, maar ik denk nog een kwartier, 20 minuten, misschien een half uurtje. Zijn de bladeren mooi verdord. Ik ga dit nog verder mooi open staan. En de onderkant is wat donkerder. En dan gaan we een heel eind in de goede richting. Nou, we zijn een half uurtje verder. Ik heb hem iets door laten schieten naar de 150. Ik had natuurlijk net al gespiekt, maar hij ziet er echt mooi uit. Handschoentje aan. Dat is natuurlijk warm, maar daar pak ik hem mee op. En dan gaan we hem eens even aansnijden. Kijk, en daar zijn we dan. Ja, de onderkant snijden we er even af. Even kijken of we hem goed vast kunnen houden. Kijk. Oh, kijk, hoe mooi die rook er vanaf. Hey, warm natuurlijk. Kijk. Twee mooie plakjes eraf. Mijn schoonmoeder is namelijk op dit moment bij ons thuis. Mijn zoontje is morgenjarig. Dus mijn schoonmoeder is nou in huis. Dus die gaan daar lekker van smullen. Dus kom maar op met die schoonmoeder grappen. Over, schoonmoeders niet, maar... Wel oma's.
Nou, zoals jullie weten heet ik Nas met de achternaam. En Ananas. Dus zal ik even een leuke anekdote vertellen. Jullie mogen één keer raden hoe mijn oma heette vroeger. Ze is dood, dus daarom vroeger. Maar mijn oma heette Anna. En die was getrouwd met een Nas. Dus Ananas. True story, niks gelogen. Maar wel een leuk verhaal. Dus dan weten jullie het ook weer. Kijk eens jongens. Mooi plank erbij. Oep. Ik zal het even goed in beeld zetten voor jullie. Maar dat ziet er toch lekker uit. Ik ga even hier snel een fotootje van maken. En dan ga ik dit aan mijn vrouw en mijn schoonmoeder serveren. En dat was hij dan, de ananas van de barbecue. Hartstikke lekker gerecht, wat ook best wel makkelijk en snel anderhalf uur te maken is. Maar leuk om zeg maar op de barbecue ernaast te zetten, als je toch al bezig bent met je recept. En heb je een superleuk dessert voor op het einde. De dames zijn lekker aan het smikkelen. Vond je deze video leuk? Like hem dan vooral, dan help je met deze video mee in het hele YouTube-algoritme. Wil je meer van dit soort video's zien, vergeet natuurlijk niet om te abonneren. En druk dan ook op het belletje naast die abonneerknop, dan krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuwe video upload. Ben jij er als eerste bij? En wil je me volgen op Instagram en Facebook? @NasQBarbecue. Maar voor nu, ik zou zeggen, maak deze thuis ook. En tot de volgende!